Donderdagmiddag speelde NEC de eerste play-off wedstrijd uit bij FC Emmen. En het ging kansloos ten onder. Het werd 4-0. Na de wedstrijd spraken we met Marco van Duin en trainer Pepijn Leinders. Deze misschien wel de meest pijnlijke, omdat je gewoon ook niet goed speelt. Hè? Andere wedstrijd had je niks verdiend en dat heb je vandaag niet. Ja, dat kun je zeggen. Binnen 10 minuten twee spelervattingen, waarvan er één, de eerste niet eens een corner is. Ja, en de derde van richting veranderd wordt. Ja, dus, ja, verschrikkelijk. Ja, in de spelervattingen nog beter voor moeten bereiden, maar ja, dat deden zij goed. En, het kwam uit een korte corner volgens mij. Ja, met tweede paal werd die binnengekopt, maar er stonden er nog drie van ons omheen. Dus ook daar, het is niet zo dat hij helemaal vrij stond. Er stonden er gewoon drie van ons omheen. Ja, en dat is wel schandalig. Nee, we hebben ook helemaal niks gecreëerd. En, volgens mij zag het van de kant ook helemaal niet uit. Ja, het is doodzonde. Uiteindelijk, tweede helft proberen we wel. Ja, twee frisse jongens, hè, proberen we wel te veranderen. Ja, op zich hebben we veel de bal. Hun zijn wel gevaarlijk in de counter nog steeds. Proberen crosses via rechterkant, via Steven erin te brengen om met iets meer opportunisme. Maar ja, Ted gaat mee naar voren van de Pavert. Je probeert nog iets te creëren en dan wordt het opener en dan is het iets chaotisch. De jongens willen ook heel graag natuurlijk in de laatste minuut allemaal naar voren en scoren. En uiteindelijk doet dat doet die organisatie en de manier hoe we daarmee omgaan wordt dan de 4-0. Ja. Ja, dat is niet zo slim. Maar ja, van de andere kant, de jongen heeft zo lang niet gespeeld en die heeft echt een goede wedstrijd op de mat. Hij zat overal tussen, won veel duels, speelde op het scherpste snede. Dus ja,